Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik even een korte, leuke, slash update-achtige, I don't know video. Ik wil even zeggen dat ik bij de Dutch YouTube Gathering ben. Samen met wat leuke mensen en... mijn eigen merchandise. Ik ga deze shirts verkopen. En als je me op Twitter volgt en op Instagram, dan wist je dat al. Ik heet er allebei en ook stom op, dus volg me daar zeker even op. En dit zijn super coole shirtjes, zelf gedesigned. En voor die mensen die zeggen, dit is van het Knophouwer logo. Maar dit is gewoon van een website waar je een soort van copyright free plaatjes mag gebruiken dus. En zo is het ook slim geweest om geen claims te krijgen op zijn logo en zo. Het is een limited edition shirt. Dus als je hem wil hebben, dan kan dat alleen bij de Dutch YouTube Gathering. Dus alleen op de Dutch YouTube Gathering is die te koop. Ze kosten allemaal 4 euro en zijn in de maten... je hebt S, je hebt M, L... en je hebt een kindermaat 160, 170. De meeste exemplaren die ik heb gekocht zijn de S'jes. En ik heb er echt super, super veel zin in. Ik kijk er al de hele tijd naar uit. En het is wel jammer dat ik nu dit in mijn nek heb. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat dat is. Het komt er gewoon op neer. Koningsavond was leuk. Waar ik mijn shirts verkoop is in hal 7. Dat is bij de Divimove stand. Daar verkoop ik mijn t-shirts. En ik heb ook natuurlijk nog meet and greets. Zaterdag en zondag. Dus ik ga ook allebei de dagen. Zaterdag sta ik bij meet and greet 10. Van 4 uur tot 5 uur 's middags. Dus meet and greet 10. Van 4 tot 5 uur 's middags. En dan zondag sta ik van 1 uur tot 2 uur. Ook bij meet and greet 10. En dat wordt hartstikke leuk. Want ga ik jullie allemaal ontmoeten. Wat natuurlijk super tof is. Daarvoor ga ik er ook heen. Wow, wow, wow. Het gaat zo snel. Een jaar geleden stond ik er met 9000 abonnees. 9000. En nu sta ik er met meer dan 80.000 abonnees. Abonnees. En het rare is dat het bijna 10 keer zoveel is geworden. Wat natuurlijk echt gewoon insane is. Ik bedoel, dan. Het is gewoon zo bijzonder dat ik gewoon nu met mijn eigen shirts daar sta. En dit is echt big deal. Ik heb hier gewoon een hele doos vol met shirtjes. Toen was ik er gewoon om echt YouTubers te ontmoeten en zelf wat te filmen. En nu ga ik er gewoon heen als guest, als special guest, gewoon als gast. Hoe bizar is dat? En oh ja, het shirt is alleen cash, je kan niet pinnen. Cash jongens, cash, alleen cash. Het is toch wat? Het is even heel bijzonder allemaal. Maar in ieder geval, als je niet komt, jammer dat je niet kan komen. Misschien volgend jaar. Voor de mensen die wel komen, ik heb er echt super veel zin in. Het wordt zo super tof. Het wordt een ontzettend leuke dag. Vraag om een knuffel, foto, handtekening, wat jij zelf het leukst vindt. Ik zou zeggen, tot de volgende video en tot morgen.